Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Mini Motorways, waar ik helaas al gedrukt heb op spelen voordat ik liet zien wat we gingen doen. Maar dit is Manila. En Manila is moeilijk, want Busy City Center schijnt het verhaal te zijn. De fout die ik dus eigenlijk altijd maak, moeten we vandaag zien te voorkomen. De fout die ik maak is dat ik de gehele aflevering, playthrough, hoe je het noemen wil, de snelheid op het snelst heb staan. En als je dan iets mist, ja, dan gaat het hard. Dus dat is vervelend, even zoals dat dit vervelend is. Want moet ik gaan kruisen of een hele lange brug maken. Maar goed, wij gaan natuurlijk voor de hele lange brug. Want kruisen, dat heeft nog nooit gewerkt. Dus hier moet dan geen fabriekje komen, dat is heel belangrijk. Het liefst hier ook niet, maar mijn straattegels zijn op. Dus, geen derde fabriek voor de nieuwe week volhangen. Zou fijn zijn. En een nieuwe brug. Ik kan het nog niet zien, maar vermoedelijk gaan we die bruggen wel veel nodig hebben. Nou, dit is ook rete teleurstellend. Ook dit is eigenlijk weer een dit kun je beter kruisen, maar niet een event van moment. Verrassend genoeg hebben we genoeg wegdelen om dit te doen. Dus dan doen we dit ook gewoon. Wenselijk is in principe anders, maar oké. Doe je niks aan. Nou, dit is helemaal vervelend. Allereerst hebben we niet genoeg bruggen, ten tweede hebben we niet genoeg straatregels. Dus dit moet ook gewoon op de minst wenselijke manier ever. Hier zit je toch eigenlijk al gelijk op snelweg territorium. En die krijgen we niet. Verkeerslicht over rotonde boeien me allebei geen reet. Dan zullen we voor een verkeerslicht voor een rotonde gaan. nogmaals, boeit me niet. Dit is oprecht heel vervelend, dit ook. Ik kan niet aan een brug aansluiten, dus dan kan ik dat hier ook niet doen. Ja, dit is een toestand. En wachten tot de zondag werkt ook niet, kan ik jullie meedelen. Dus, wat is dan de oplossing? Hè? De oplossing is dan hop en hop. Ja, dit is helemaal rot. Ik heb nu drie kleurtjes op dezelfde route. Dat schiet helemaal niet op natuurlijk. Dus met een beetje geluk twee snelwegen. Dat is eigenlijk waar het neerkomt. Ja, kan er ook nog wel bij. Je krijgt helemaal de wegdelen niet voor. Maar goed, hier kunnen we wel wachten in de hoge snelweg te krijgen. Ja, ondertussen moet ik dus eigenlijk al vijf snelwegen hebben. Dat schiet niet erg op en we krijgen ook gewoon geen snelweg. Dus dat is belachelijk teleurstellend. 28 wegdelen weet ik ook niet of ik ga redden ook. Het antwoord is jazeker. Ah, bam. Nou, langs de brug ooit. Ongetwijfeld kan het langer. Anders hadden we daar nu een achievement voor gekregen. Maar blijft in principe helemaal vervelend.
Ja, dus. In theorie zouden we nog een wijziging kunnen doen dit, met deze route erachter langs, overheen enzovoort. Maar ja, daar wordt het waarschijnlijk niet beter van. Toen waren mijn straattegels verrot, daar wordt het ook niet beter van. Goed, dat huisje hebben we nog niet nodig gehad. Oké, okay. Ah nee joh. Vorige aflevering was ik zeer content, eigenlijk alle afleveringen was ik zeer content, want we hadden dit niet. Dus. Dit is heel kort door de bocht bak. Maar we willen snel weg. We hebben een hele lelijke manier aangesloten, maar oké. Okay. Goed, dus. Straat er even op totdat die auto's die route hebben afgerond. Hartstikke fijn hebben ze afgerond. Andersom. Hop! Oké dan. Nou, dit werkt. Idealiter nogmaals, moeten wij nog steeds nieuwe snelwegen hebben. Hebben we nog een brug? We hebben nog een brug. Dat is fijn. Het huis kan uiteraard niet direct op een brug aangesloten, dus we moeten er langs. Maar dat is goed. Dus als we dit loskoppelen, hats, en die naar boven, dan scheelt dat in ieder geval een route, zeg maar. Nou, dit is dan ook weer potentieel problematisch. Maar we hebben een snelweg, dat is winst. Dus, wat gaan we dan veranderen? Ja, haha, goeie vraag. Dus, die gaan we daarop aansluiten, doei. Die sluiten we ook daarop aan. Niet daar, daar. Ja, bedankt. Nooit direct op een huis aansluiten, dat hier al is, doe je niks aan. Dus, dat zijn vier huizen voor rood. Dat is winst. Dat betekent dat deze niet direct aan rood moeten zitten. Oké, dat is mooi. Namelijk een kleurtje minder die route rijdt. Dus dan rijdt het alleen nog geel en blauw. Dat is winst. Oké, dus wat we dan gaan doen. Is maken we hier een mooi straatje van. Zo, hop, hop. En dan maken we een snelweg van rood, direct zo, hop, naar rood. Haha, bam. Niet de meest logische snelweg, maar wel winst. Nou, die snelweg die gaan we gelijk verplaatsen. Kan er allemaal bij, hop, 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 hop. Voordat we hier een snelweg hebben, is namelijk, haha, dat er onderdoor kan. En dan kruist het niet. Nou, dat is winst. Dus deze vier huisjes is voorlopig genoeg. Die kunnen ook aangesloten aan elkaar, dat is fijn. Als dat dan een ronde wordt, dan zitten we nu al goed. Ik weet niet op welke basis die auto voor, ergens aansluiten, maar goed, dit is prima. Dit lijkt ook nog goed genoeg te gaan met geel en blauw. Effectief, als je geel daar solo wil hebben, dan is dat wel mogelijk.
niet makkelijk, maar wel mogelijk. In een ideaal scenario pakken we nog een snelweg. Om deze blauwe daar af te halen en niet via deze mee te hoeven laten lopen. Zou in principe pure winst zijn. Nou, dit is vervelend. Dat betekent dus dat we dit rode huisje even andersom moeten pakken. Dan moet hier geen weg zitten. Dan moet dit naar beneden. Dan zijn we wegdelen witte broer op. Moet ook niet zo ver naar beneden, maar oké. Okay. Dan moeten we hem heel even pauzeren. Ik heb nog een brug, dus dat is prima. Zo, hop. Nou, het probleem dan gaat zijn... Allereerst dat deze blauwe elkaar enorm op gaan houden om bij die huisjes weg te komen, maar so be it. Kunnen we op zich wel gewoon aanpassen. Zo, dan is het nu wel iets minder gestrest. Maar, wij hebben dus blauw nodig hier. Daar heb ik A geen wegdelen voor en B geen huisjes. Dus, hoe lang kun je het rekken dat je er niemand naartoe stuurt? Dat is de vraag. We hebben in ieder geval de volgende kaart unlocked. En wat we nodig hebben is een snelweg en die hebben we niet. En dat moet niet lang duren. Er moet niet te laat op tempo iets hier naartoe. Ik heb ook een brug nodig. We hebben in ieder geval een snelweg. Dus. Rood gaat hier naartoe. Hartstikke fijn. Dan gaat hij daar niet meer naartoe. Oké. Okay. Hier hebben we huisjes. Die sluiten we dan op elkaar aan. Verrassend, hoppatee, is het allemaal niet. Snelweg, blauwe huisjes, hop. Dit moet op tempo. Dit zijn 6 huisjes die eerst heen en weer moeten, voordat ze winst halen uit deze situatie. En voordat dat belletje naar beneden gaat. Maar alles zit nog van elkaar gescheiden. Aan die gele hebben we in principe niks of ik moet alles om gaan gooien. Kan, maar zonder tijd. We hebben hem op het moment ook nergens nodig. Ja, poep. Goed. Naar beneden, hartstikke fijn. Daarop aansluiten, minder hartstikke fijn. Aan dit huisje hebben we niks. Je kan er achterom, maar nu is het eigenlijk klaar. Deze huisjes kunnen allemaal hier naartoe, maar ja, geen brug meer. Dus dit moet het voorlopig met één huisje doen. Dit huisje hebben we op tijd goed gezet. Dit is vervelend. Er zit niks anders op dan een kruising maken en mijn straattegels zijn op. Een brug of 30 straattegels. Ja, moet je toch voor de straattegels brug mix. Dus. Oké. En we hebben hier een gele, die kan er ook aan. Hartstikke fijn. En nog 6 straattegels over. Om op termijn deze daar aan te hangen. Nou kunnen we dit natuurlijk gewoon weghalen in principe. Die kan er dan terug omheen. Maar dan moeten eerst die autootjes terug. Kijk, nou, dit wordt een ronde. Daar zitten 3 huisjes aan. Dit huisje kunnen we nog dichterbij zetten als nodig is. 6 tegels. Hoezo heb ik maar 6 tegels gekregen voor deze bende dan? Maar oké, we zitten aan rood met huisjes dichterbij die nergens last van hebben. Wederom de straattegels op. Wat een toestand. Dit wordt ondertussen een ronde en die deelt nog steeds zijn route met geel. Dat is ten zeerste onwenselijk.
Verder zitten daar ook nu maar twee huisjes aan, dus dat is sowieso niet goed genoeg. Dus in principe, als we dit anders kunnen doen, zou dat fantastisch zijn. In theorie kan dat. In praktijk moet ik dan hier meer gele huisjes krijgen. Nou, die rode, dat wordt nu een ronde ook. Dat is ook geen winst. Die kan dan daar af, dat gaat al sneller. Ik heb opties zat, jongens en meisjes. Maar het is allemaal niet, dat werkt. Wat we wel kunnen doen, ondanks dat ik geen wegdelen heb en dit zeker een probleem gaat worden, is dit. Dan moet het nu net lang genoeg, net goed gaan. Het moet wel om huisjes gaan vragen ook, dat is wel belangrijk. Om autootjes gaan vragen, anders wordt het sowieso belachelijk vervelend. Die autootjes staan daar stil, hè? Er is een route heen. Hè? Kom aan jongens, we staan te slapen hier. Precies, oké. Hop, aansluiten, aansluiten, langs, hop, naar beneden, naar beneden. Straattegels op. Mijn toestand, mijn rotonde of verkeerslichten boeien me allemaal helemaal niks. Hop, die heeft zijn eigen huisjes nu. Deze ronde, die moet meer huisjes hebben, dat mogen duidelijk zijn. Dus dat gaan we zo doen. Dat betekent dat deze gele nu een route heeft voor alleen hemzelf. Is winst. Dit huisje kunnen we ook nog aansluiten. Dan sluiten we die daarop aan. Dan kan daar een ding weg. Hier een ding weg. En we weer meer wegdelen. Deze groene moet aangesloten worden op die. Dat betekent dat die aangesloten moet. Die kan niet aangesloten. Er zit een huis tussen. Hier hebben we nog een groene die ik niet wil en die overal waar ik hem naartoe doe de weg op gaat houden. Dit heb ik trouwens ook niet meer nodig natuurlijk. Er komen hier nu nog meer groene bij, maar ja goed, daar heb ik ook geen reden van. De rood hier houdt het allemaal net bij. Dus meer huisjes aansluiten. Groen hier doet het nog redelijk. Blauw doet het weer redelijk. Hier paars wordt een ding. En hier paars wordt zeker een ding. Nou, hier paars hoeft niet per se een ding te worden. Want daar hebben we gewoon de huisjes direct bij. En we hebben de 80 punten binnen. Dus hier komt allemaal een huisje waar de blauwe auto's op afremmen waarschijnlijk. Hier hebben we ondertussen meer rode huisjes gekregen, of een rood huisje extra gekregen, hoe je het noemen wil. Straattegels, rood onder verkeerslichten, boeien me allemaal helemaal niks. Hier zit een groene aan, die gaat gewoon daar naartoe, doen we die groene eraan, doen we die rode eraan, niet te veranderen, is voorlopig genoeg. Hoop ik, hier krijgen we nu meer groene, hek niet nodig. Maar als we nog een snelweg krijgen, dan koppen we die twee apart en dan gaat dat hier vandaan komen. Zodat ik het onthoud, zal ik het pas op elkaar aansluiten. Hoppakee. Nou, een rood huisje erbij, niks mis mee. Hier een rood huisje erbij, niks mis mee. Dit gele huisje moet daar niet aangesloten zitten, Renta. Voorlopig gaat het nog steeds redelijk, vanaf de 1500 tot 2000 punten wordt de challenge uiteraard al een stuk groter. Dat groene huisje daar remt alleen maar af, hebben we niks aan, die snelwegen helpen ook niet dat ik het makkelijk kan zien. Maar het is niet anders. Goed. Ik ben zo bij jullie terug. Goed, gaan we door, even paniek, ik werd gebeld. Nogmaals, vanaf de 1500 punten wordt het waarschijnlijk spannender. Ik vind het op zich al spannend, we hebben een snelweg. Wat gaan we met die snelweg doen? Wat is er absoluut nodig met die snelweg? Dat is de vraag. Op zich in principe niks. Nog. Alleen is dan de vraag, reageer ik zodra het moet, snel genoeg?
Dus. De huisjes komen fik en fast binnen op allemaal locaties waar ik er helemaal niks mee kan. En waar ze alleen maar elkaar in de weg gaan zitten. Maar goed, het is prima zo. Deze huisjes heb ik niks aan in principe. Kan ik het eromheen doen om deze te ondersteunen. Maar die gaat nog goed genoeg. Hier begint rood wel te struggelen. Maar heel veel opties om daar meer heen te doen heb ik eigenlijk niet. Dit rode huisje staan twee autootjes, dus die wordt niet gebeld. En tot zover. Deze twee groene huisjes hier doen het nog verrassend redelijk, moet ik zeggen. Dit is nu een rond ding geworden, als ik het goed zag. Dat is ook een risico. Maar we gaan nog steeds richting de 2000 punten. We hebben hier nu ook meer groene huisjes waar ik niks aan heb. We hebben hier weer een rood huisje extra. Dat gaat helemaal... Ja, hartstikke fijn. Ah, nee. Oké, een brug. Deze is vervelend. Ik kan er wel een brug van maken. Nou, oké dan. Gaat hier naartoe. Maar ik heb hier al problemen met rode huisjes. En dan moet ik dus eigenlijk rode huisjes gaan lenen. Van die aansluiting. Maar goed, dan sluiten we die er gewoon op aan. Dat is ook een nieuw rood huisje. Dan halen we hier de connectie eraf. Hoppatee, twee huisjes al goed mee. Hier staan nog steeds autootjes die niet geroepen worden. Dus dan is het vooral de verwerkingssnelheid. Hij neemt al af. Groen hier wordt een risico. En daar waren wij op voorbereid. Dus dat gaan we dan ook gewoon gelijk toepassen. Proppen we er een snelweg in. Hoppatee, hatsikidee. Bam. Dat betekent dat die groene nu van elkaar losgekoppeld is. 8 autoties. Is bam. En ja, hier meer autoties. Dat is dan gek. Maar goed, het is nodig. Ergens zou je nog een hele lange convoluted brug hier langs kunnen maken, aansluiten met dit huisje en dat huisje. Waar het niet dat ik daar... Ah, 2000 punten, bam, hoppa. Dat is lang geleden volgens mij, 2000 punten. We hebben hier ondertussen meer blauwe huisjes. Dat is in theorie ook hartstikke fijn, maar in praktijk heb ik er niks aan. Dit houdt het niet vol met het aantal gele huisjes die eraan zitten. Dat is lastig. Daar moet ik dus eigenlijk wat mee doen. Dat kan. Om het groene huisje heen. Hop! Het enige nadeel is dat ze nu links en rechts af moeten op elkaar moeten wachten. En dat levert wel eens een file op. Nou. Rotonde verkeerslicht, daar gaan we uiteraard voor de rotonde verkeerslicht, boeien me geen moer. Hier een blauw huisje extra, dat is fijn, want ik zit weer niet op te letten dat dat ding vervelend gaat doen. Ik heb natuurlijk nog veel meer blauwe huisjes, maar ja, daar doen we niks mee. Dat is wel haast nodig ook om deze te kunnen doen, want die heeft niet heel veel huisjes. En je komt nu wel in hyperstress modus. Richting de 2500 punten gaat allemaal hard. En dat gaat een keer de falikant de mist in. Deze rode huisjes. Ja, dit wordt dus niet opgeroepen of niet snel opgeroepen. Maar toch heeft hij een probleem. Dat betekent dat de aanvoerroute niet hard genoeg rijdt. Dat is vervelend. Nou, dit hebben we oprecht nu nodig. En daar kan ik oprecht nu niks aan doen. Want ik heb oprecht daar geen wegdelen, snelwegen en ander leed voor. Dus vermoedelijk is dit het einde als dat het einde niet eerder wordt. Dus. Die blauwe autootjes die zijn nu allemaal op de terugweg. Dus dan komt er niks aan. En dan 3, 2, 1, brug, rotonde, gaan we de brug en dan hopen dat ik genoeg wegdelen heb. Ik heb 77 wegdelen, dat zat. Oké, hop, hop. Nou, we gaan er maar aan staan en die gaan er nooit op tijd komen. Dus tot zover deze aflevering. Vermoedelijk, rood heeft zichzelf een soort van opgelost.
Wat ik me dan afvraag is of het zou helpen hier een stoplicht te doen. Maar ja, ik ben geen fan van stoplichten, dus dat gaan we niet doen. Deze heeft ondertussen ook moeite met het aantal huisjes, dus dan moeten we het toch anders gaan doen. Dit ding heeft verrassend genoeg. Dat is iets. Nou, die auto's van hier, die komen er nu allemaal aan, dus dat zou dan het alarmpje misschien nog net weg kunnen krijgen. Maar het is wel een hele lange terugweg, dus. Nou, paars gaat hier de moeite mee krijgen, meer huisjes daarop aansluiten is vrijwel onmogelijk, want ook deze heeft de moeite mee. Deze paarse huisjes zitten natuurlijk in principe nergens op aangesloten, behalve hier. Dus ja, zodoende. Maar ik kan er ook niet meer echt omheen. Ik heb hier nog wel een paars huisje staan die kan aansluiten. De theorie is dan dat we ook die nog aan kunnen sluiten. Kunnen we ook die nog aansluiten. Doen we die er overheen. Die komt er langs die andere mee, doe niks aan. En dan hopen op het beste. Goed, ik heb nu allemaal alarmen waar ik eigenlijk helemaal niks mee kan. Hier kunnen we nog een blauw huisje opzetten. Het gaat nu allemaal mis, het gaat nu allemaal mis. We zijn, ja, nou, als ik dit nog weet. Boven de 3000 punten zelfs, jongens en meisjes. Hartstikke fijn. En we zijn klaar van paars. ...304 dagen, 3204 forenzen, ik zeg. Niks mis mee. De laatste keer boven de 3000 punten was Moskou, dus dat valt oprecht nog wel mee eigenlijk. Staan wij in de top 10.000. Kijk, dat is lekker. Moskou hadden we zelfs 4000 punten. 2528. Had ik nog ergens anders een hoge score? Ja, Peking. Top 10.000. LA. Top 15.000. Nou, ik doe net alsof dat het hartstikke goed is. Ik weet niet hoeveel mensen deze spellen hebben. Dus ik weet ook niet hoe goed we zijn. Volgende aflevering Rio de Janeiro. Tot dan. Bedankt voor het kijken allemaal. Als jullie nog niet alle video's gezien hebben, check even de afspeellijst. Er staan leuke video's in hoor. En er staat gewoon een rood balkje onder hè, als je hem gezien hebt. Mocht je iets anders willen kijken, ook top, staat ook links. Gewoon een klikje op. Meer views, hartstikke fijn. Je kan ook subscriben natuurlijk. Dat staat op rechts. Klik op het logootje, komt het vanzelf in beeld. Het was me waar genoegen. Ik doe jullie de vriendelijke groeten en tot de volgende.